gaan we naar onze laatste gastspreker. Mag ik een applaus voor Wouter van Noord, alsjeblieft. Wouter van Noord is... Ik heb deze niet nodig trouwens. Journalist voor het NRC, schrijft over technologie en economie. En recent schreef hij dit boek. Is daar iemand? Vraagteken. Hoe de smartphone ons leven beheerst. Waarin hij praat met psychologen, economen, technologen en 's werelds machtigste bedrijven bezoekt om te onderzoeken hoe de smartphone steeds meer ingrijpt in ons individuele leven, maar ook politiek een belangrijke factor wordt, misschien wel is al. Hoe lang zit jij per dag op je smartphone? Ja, ik heb een appje geïnstalleerd waarop je dat heel mooi kan bijhouden, Moment. Gek genoeg neemt het na het schrijven van dit boek wat toe. Gemiddeld. Op veel dagen kom ik wel echt op de 3,5, soms wel 4 uur uit. Oké. En dus, dat is ook misschien wel de reden waarom ik dat boek ben gaan schrijven. Omdat ik ook vooral bij mezelf constateerde hoe obsessief en indringend dat gedrag aan het worden was. Ja. En dat je ook wel aan allerlei dingen merkt dat het ook niet helemaal normaal is. Dat je hem af en toe voelt trillen in je broekzak als je hem helemaal niet mee hebt genomen. Ja, grappig, ja, dat is herkenbaar. Dat je zenuwachtig wordt als je op weg naar huis merkt dat je batterij bijna leeg is. Echt dwangmatig gebruik, obsessief schermgedrag. En dat heeft mij ook geleid tot de vraag van ik vind het eigenlijk niet helemaal normaal. Klopt dat? Hoe verandert mij dat? En ik ben volgens mij ook niet helemaal alleen in dat gedrag als ik om me heen kijk in de kroeg. Soms zelfs bij dit soort avonden, daar zitten mensen nog behoorlijk in hun schermpje verzonken. Hoe verandert ons dat dan collectief? Ja, nee, we hebben naar aanleiding van dit gesprek ook collectief op de redactie Moment geïnstalleerd. Ik heb het ook aan al mijn vrienden gestuurd om dit gesprek ook, zeg maar, gewoon persoonlijk te voeren. Ik vind het namelijk heel erg interessant hoe dat onze maatschappij aan het veranderen is. Ja. En ook hoe het misschien wel allerlei sociale verhoudingen aan het veranderen is. En hoe was jullie redactie eraan toe? Ik geloof dat het gemiddelde zo tussen de 2 en 3 uur liggen. Ja, dat is volgens mij ook van Moment wel het algemene gemiddelde. Volgens mij is dat iets van 2,5 uur. Ja, ik vind vrij veel. Nou, dat zou ik wel zeggen van 16 wakkere uren. Dat je dus gemiddeld al 1/8 van je wakkere tijd op dat ding zit. Ja. En dus ook excessieve verslaafd hebt zoals ik, die er nog bijna 2 keer zoveel horen. Wanneer is er inmiddels al een formele... formulering van wanneer iemand verslaafd is? Dat is natuurlijk het lastige. Verslaving, wanneer gaat iets andere normaal gedrag in de weg staan? Mm-hmm. Je hebt ook nog eens een keer een verschil tussen stofjesverslaving en gedragsverslaving. Dan is de smartphone ook nog eens een keertje extra lastig, omdat anders dan bijvoorbeeld heroïne is de smartphone af en toe best wel nuttig. Dus wanneer is iets een verslaving? Dat is meer... Er wordt ook al vanaf het begin van internet en games wordt er over gediscussieerd onder psychologen. Is het nou een verslaving, is het niet een verslaving? Ja, ik heb ervoor gekozen om niet in die hele discussie verzeild te raken, maar gewoon te constateren, het gedrag is obsessief. En ik merk ook, alleen op de voorkant van mijn boek sta ik samen met mijn vriendin op de bank. Weer de zoveelste avond naast elkaar zitten, swipen, terwijl we 100 keer tegen elkaar hadden gezegd, leg de dingen eens weg. Het is veel gezelliger om met elkaar te praten. En dus ik merk gewoon, het staat dingen in de weg. En dat als uitgangspunt is al interessant genoeg. Meer dan of het volgens de hele definitie van psychologen een echte verslaving is. Wat zijn de meest in het oog springende consequenties van onze obsessief? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende onderzoeken. En het is een heel breed onderwerp. Dus ik heb echt gekeken naar waar is nou echt brede wetenschappelijke consensus over. Welk onderzoek aan topuniversiteiten is uitgevoerd, gerepliceerd. Stevig onderzoek, niet PR-flut onderzoekjes die je dagelijks voorbij ziet komen. En dan zijn er 3 grote thema's waar echt heel brede consensus over is. Concentratie. De hele tijd multitasken. Kan eigenlijk niet, multitasking is een mythe, daar zijn eigenlijk alle psychologen het over eens. Concentratie is ook nog eens een keertje een spier die je moet trainen. En als je dat niet doet, raak je dat vermogen kwijt. Dus de gevolgen van de hele tijd afgeleid zijn door pushberichtjes en appjes is gewoon heel meetbaar. En heel slecht voor de kwaliteit van werken, heel slecht voor op lange termijn ook nog je focus ergens bij kunnen houden. Is het ook even een tussenvraag met betrekking tot die concentratie? En misschien is daar ook wel onderzoek naar gedaan. Dit speelt natuurlijk ook heel erg in het onderwijs inmiddels. De leraren worden helemaal gek van leerlingen en hun smartphones. Ja. Is het voor kinderen en het ontwikkelende brein nog veel slechter dan
Daar blijf ik in mijn boek een beetje van weg, omdat er wetenschappelijk nog niet... Dat is ook omdat vanwege de lange termijn gevolgen natuurlijk, die zijn nog niet heel duidelijk van die dingen. Maar ik was laatst bij een expert meeting van het ministerie van Onderwijs, waar ook wat onderzoekers van de Universiteit Leiden waren, die wel degelijk ook dat soort conclusies trokken. Van het ontwikkelende brein is en nog eens een keer veel gevoeliger voor impulsen. Nou ja, als er één ding is wat er veel aanwezig is op de dingen, is impulsen in de vorm van allerlei rode pushberichtjes en dingetjes die binnenkomen. En dat, nou goed, je kunt daar wetenschappelijke studies bij vinden die daar wel degelijk ook wel heel alarmerende dingen laten zien, ja. En gebrek aan concentratievermogen is dus één van die drie grote dingen. Wat, ja, dan heb je nog stress. Door de hele tijd de smartphone erbij te houden, door de grens tussen werk en privé eigenlijk helemaal uit te vagen, kom je nooit meer aan hersteltijd toe. En als één ding belangrijk is voor dingen als het voorkomen van burn-out, is het hersteltijd. Het aantal burn-out is de laatste jaren fors gestegen. Het is natuurlijk veel te simpel om dat alleen maar aan het apparaat te koppelen. Maar er zijn heel veel stressonderzoekers en heel serieuze onderzoeken die dat wel degelijk koppelen aan elkaar. En daarvoor waarschuwen. De hele tijd maar connected zijn zorgt ervoor dat je dus ook nooit meer uitstaat. En juist dat uitstaan is belangrijk om rustig te worden. En het derde, dat vond ik zelf de verrassende. Want weet je, de stress en de concentratie, dat merk je ook wel zelf. Waar ook veel stevig onderzoek naar is empathie. Dus, en dat kwam net ook al een beetje aan bod bij Vrouwtje. Op het moment dat je de hele tijd op een schermpje zit, dan vermindert de tijd dat je elkaar in de ogen kijkt of elkaar even aanraakt. En wat gebeurt er dan? Dat is gewoon hormonaal. Dan maak je verbindingshormonen aan. Vind je elkaar daarna aardiger? Beoordeel je in psychologische experimenten, settings, de kwaliteit van gesprekken wat hoger? En dus ook, behalve dat een beetje die hormonale basis zit, er nog een andere onderzoekstak die ook heeft gekeken naar empathie, bijvoorbeeld ook bij kinderen. Kinderen van een jaar of 12, dat is MIT-onderzoek aan scholen daar zo. Waar kinderen van 12 op empathie en dingen als gemeenheid ook op een gegeven moment scoorden, zoals 9-jarigen een aantal jaren geleden. Dus kindjes die de hele tijd een smartphone erbij hebben, die worden gewoon meetbaar minder empathisch. Tonen minder medelijden als een grootouder overlijdt bijvoorbeeld. Van een medeklasgenootje. Ik zag niet heel lang geleden iemand die precies het tegenovergestelde beweerde. Jeremy Rifkin, een econoom, die stelde dat... hij heeft een lezing, The Empathic Civilization. Ja. Waarin hij spreekt over het feit dat we nu juist hele gedistribueerde communicatienetwerken hebben en dat je eigenlijk in een instinct weet wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, maakt dat misschien wel ons empathisch vermogen als mens vergroot. Ja. Omdat je... Rifkin is een ontzettende technologie-optimist en tamelijk extremistisch ook, moet ik eerlijk zeggen, in zijn ideeën. Heel interessant, hele grote vergezichten. Maar ook wel heel erg gevoed door de vergezichten die Silicon Valley voedt, ja. Die de grote technologiebedrijven ons geven. En die beloven inderdaad, kijk al die verbinding, kijk hoe we ineens met elkaar in contact staan. Kijk, democratie kan eindeloos bloeien. Er zijn toch wel, als je daar op wat kleiner niveau naar kijkt en voorbij die beloftes kijkt, toch ook echt wel zorgwekkende onderzoeken, juist op dat gebied. En niet alleen op die verbinding. Ik ga mijn boek natuurlijk ook al in op juist bijvoorbeeld die belofte van meer democratie en betere informatievoorziening. Nou ja, we hebben natuurlijk in Amerika wel gezien ook hoe informatievoorziening juist via dat apparaat ontzettend gemanipuleerd kan worden. En daar, ik bedoel, mijn boek is ook niet een pamflet tegen de smartphone of zo. Dat zou belachelijk zijn, want ik vind dat ding af en toe heel fijn, af en toe dan baal ik van hoeveel ik erop zit. Maar ik zou ook niet meer zonder willen. Als ik naar een vreemde plek toe ga en ik moet navigeren, ja, dan ga ik niet meer een straatboek erbij pakken. Dus het is natuurlijk zoals alles een genuanceerd verhaal. Het heeft de goede en slechte dingen. Ja, het is wel, ik vind het wel belangrijk om tegenwicht te bieden, juist aan die retoriek van al die techno-utopisten, die techno-optimisten, die heel erg worden gevoed door het gedachtegoed wat in die bubbel van Silicon Valley heel erg leeft en ontstaat. En ook als je in Silicon Valley komt, en dat doe ik voor mijn werk, ik schrijf over technologie, ik kom daar wel eens. En het is super aanstekelijk. Het is het boek The Circle, waar ook een soort van wereldsecte-achtig bedrijf wordt voorgesteld, waar een hele aanstekelijke sfeer van wij gaan met z'n allen de wereld veranderen. Dat is ook echt, als je op het hoofdkantoor van Facebook rondloopt, de sfeer. Ja. Je hebt de uitgestrekte dakparken die vervolgens wel helemaal leeg zijn omdat iedereen gewoon binnen zit te programmeren. Maar
De combinatie tussen een soort van speeltuin, wereldveranderend bedrijf en secte, dat is wel wat Silicon Valley is. En juist om daar een beetje een beredeneerd tegengeluid aan te bieden, dat is wel de bedoeling. Daar heb ik zo nog een paar vragen over. In je boek beschrijf je ook onder andere wat je als een zorgwekkende ontwikkeling ziet of kan zien. Is dat we steeds meer beslissingsbevoegdheid ook gaan overdragen aan computers, ja, aan algoritmes. Ja. Hoe problematisch is dat? Het kan superhandig zijn. Big data kan voor allerlei dingen betere beslissingen nemen dan mensen. Kun je daar een voorbeeld van geven? Experimenten met bijvoorbeeld het voorspellen van hartaanvallen. Als je dat doet op basis van een systeem waarbij allerlei data van patiënten, medische data, maar soms ook gewoon echt gedrag op sociale media, en daar kunnen die smartphones ook een rol in spelen. Accurater dan menselijke artsen, dus prima, lekker doen zou ik zeggen. En wanneer wordt het problematisch? Het wordt problematisch als die beslissingen direct ingrijpen in dingen als menselijke autonomie of democratische waarden. Gebeurt dat al? Wat je ziet in smart cities bijvoorbeeld, wordt allerlei beleid gevoerd op basis van data die wordt verzameld, onder andere via smartphones. We zagen deze week toevallig een voorbeeld van predictive policing. Dat wordt landelijk ingevoerd, een groot systeem bij de politie waar ze op basis van allerlei data, onder andere van sociale media en het weer, kunnen voorspellen waar er problemen ontstaan en daar dus ook meer patrouilles op afsturen. Wat ook kan heel handig zijn, maar wat daarbij ook altijd in het achterhoofd moet zitten is, als jij meer patrouilles naar zo'n gebied stuurt, misschien creëer je dan ook wel weer een extra onrust, waardoor je een soort van cyclus krijgt van zichzelf voorspellende data die wel ten koste gaat van menselijke waarden en misschien ook wel democratische ideeën. Zijn er al hele concrete voorbeelden die je kan geven waarin, zeg maar, nou ja, dit soort beslissingsbevoegdheden, die zijn outgesourced aan technologie, waar ze al echt een ethische grens of misschien wel een democratische waardegrens overschrijden? Neem China. Daar heb je een groot systeem, landelijk systeem, wordt er opgetuigd. Sesame Credits heet dat. Sesame Credits? Ja, Sesam Krediet. Dus een sociale kredietscore. Klinkt al heel Orwelliaans. Dat is het ook. Want wat doen ze daar? Zij verzamelen van alle burgers wat zij doen online. Dus hun online aankopen, hun gedrag op sociale media. Houden dat tegen de politiek gewenste lijn aan. Dus bij online aankopen kan je bijvoorbeeld denken aan het kopen van lokale landbouwproducten. Bij uitingen op sociale media, als jij iets twittert over of op Weibo zet over het plein van de hemelse vrede, dan krijg jij een minnetje en ze houden op die manier een sociale score van jou bij. Klinkt als een Black Mirror aflevering. Daar is het ook echt op gebaseerd. En dat heeft ook al echte consequenties. Ze zijn daar aan het experimenteren met manieren waarop je die score kan gebruiken om te bepalen wie belangrijke leningen krijgt of wie de toegang krijgt tot sociale huisvesting. En ik bedoel, we zijn, als je dit verhaal vertelt, dit lijkt hartstikke ver weg. Maar predictive policing is misschien ook wel een voorbeeld al van dat soort data die worden gebruikt om hele ingrijpende beslissingen te nemen over mensen. En wat daarbij, los van het feit of het te veel staatsmacht geeft of autonomie wegneemt. Mm-hmm. Ik ben even mijn punt kwijt. Ik heb misschien wel een tussenvraag voor je, dan kun je er even over nadenken. Ja. In het, zeg maar, outsourcen van die beslissingsbevoegdheid, daar zitten natuurlijk een aantal mensen aan de knoppen die bedenken welke beslissingsbevoegdheid wordt weggegeven en hoe dat ook vervolgens technologisch ontworpen wordt. Ja. Ik vroeg me af, en ik weet niet of je daar een antwoord op hebt, want het is misschien een beetje een ingewikkelde vraag, maar is het mogelijk dat in het ontwerp van een algoritme of van een, zeg maar, iets dat voor jou bepaalt of een bepaalde beslissing maakt, dat daar een bepaald perspectief in wordt meegenomen? Dat is per definitie zo. Hè? Algoritmes zijn niet neutraal. Elke beslissing, een algoritme is gewoon een beslisboom, als dit dan dat. Dus alleen daarin al zit een waarde ingebouwd, zit ethiek ingebouwd en de volgorde waarmee dat gebeurt, de input die algoritmes meeneemt.
dat is al een keuze en dat heeft al direct gevolgen ook voor de ethische en morele dimensie van die technologie. Dus je vraag gaat misschien wel een beetje uit van het idee, en dat is misschien wat gevaar. Data en algoritmes die lijken heel neutraal en die lijken boven ons te staan. Maar dat zijn gewoon andere uitingen, andere codes waarmee wij onze eigen moraal inprogrammeren in de wereld. De onlangs verscheen een artikel in The Guardian over het bedrijf Cambridge Analytica, geloof ik dat ik het goed zeg. Waarin stond dat zij nogal een invloed hebben gehad op de verkiezing van Trump en op de uitslag van het Brexit referendum. Er was nogal wat kritiek ook op, want er is feitelijk propaganda ingezet om tot een bepaalde democratische uitkomst te komen. Hoe vergelijk je dat met de manier waarop de Obama-campagnes in 2008 en 2012, die werden bejubeld als zijnde, dit is digitale innovatie, een nieuwe manier van campagne voeren. En dan doet Trump het en is het ineens fout. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat is een grote vraag hoor, maar het wordt misschien een beetje filosofisch, maar daar gaat het er wel om hoe je de waarheid beoordeelt. En volgens mij is in de campagne, in elke verkiezingscampagne worden onwaarheden gedebiteerd, maar zeker in de eerste campagnes van Obama werden sociale media niet gebruikt om expres mensen die in een bepaalde filterbubbel zitten te voeden met zichzelf versterkende wereldbeelden die ook vaak niet helemaal klopten. Dat was meer een soort van democratiseringsproces van informatie en kijk eens hoe campagnemedewerkers via sociale media anderen kunnen activeren om te gaan stemmen, ook omdat toen bij die verkiezingen een hele grote groep nieuwe stemmers was. Wat je bij Trump ziet en wat Cambridge Analytica ook helpt kweken, is juist het verspreiden via filterbubbels, via echokamers van het eigen gelijk die mensen nou eenmaal uit zichzelf samenstellen op sociale media, daar gebruik van maken en in feite een informatiewapen maken van die sociale media, terwijl dat in de begindagen van sociale mediacampagnes wat op een wat ook wel naïvere en lievere manier gebeurde dan nu. Ja. Zijn er manieren waarop wij als burgers ons kunnen wapenen tegen deze manier van informatievoorziening? Is het gewoon een kwestie van Het is heel erg ingebakken in mensen. Met sociale media zie je ook gewoon ineens, is het gewoon democratisering. En zie je ook veel beter hoe mensen zich gedragen. Mm-hmm. Alleen dan wordt het nu vastgelegd op internet. Kijk, wat je zelf kunt doen om wat te voorkomen om in filterbubbels terecht te komen, is expres anderen te volgen waarmee je het echt niet eens bent. Dat schuurt en het is irritant om iemand te volgen waarmee je het de hele tijd niet eens bent. Maar als je dat niet doet, raak je dus steeds verder in die echokamer. En ook daar, dat ga ik ook in mijn boek redelijk op in. Er zijn natuurlijk allerlei conflicten behoorlijk aan het polariseren de laatste tijd. En ook daar liggen de oorzaken weer veel complexer dan alleen maar dat schermpje en alleen maar ons sociale media gebruik. Maar er zijn wel mechanismes waar je naar kan kijken, waar je echt wel van ziet dat die in ieder geval op die apparaten en op die sociale media heel polariserend werken. En die juiste conflicten die daar veel op worden besproken, die trekken ook ontzettend uit elkaar. Denk aan vluchtelingendiscussie, denk aan Zwarte Piet, Amerikaanse politiek. Dat is één groot gepolariseerde landschap geworden. Ja, en de gesprekken die online gevoerd worden, die helpen daar niet bij. Die kunnen daarbij helpen natuurlijk. De praktijk is dat mensen zich eerder afzonderen en dat die belofte van meer verbinding, het is zelfs de missie van Facebook, is alle mensen van de wereld met elkaar verbinden. En dat doen ze technisch ook. Alleen het is een netwerk waarbinnen allerlei subnetwerkjes ontstaan. En dat blijken best wel afgezonderde, afgeschermde, polariserende netwerkjes te worden. Ja. Het feit dat nu de technologische ontwikkelingen een dusdanige snelheid aannemen. We hebben natuurlijk al eerder een paar keer in de geschiedenis van de mensheid een aantal grote technologische ontwikkelingen gehad. Ja. Van agrarisch naar industrieel. Industrieel heeft een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Zien we nu een soortgelijke omwenteling gaan van de ene naar de andere tijd? Ik denk wel dat je naar een digitaal tijdperk aan het gaan bent.
Ik denk ook dat kritisch nadenken en klagen over andere technologieën is natuurlijk ook al van alle tijden. Plato die beklaagde zich al over de uitvinding van het schrift. Ja. Dat mensen daar vergeetachtig van werden omdat ze niet meer verhalen door hoefden te vertellen. Maar die snelheid is wel het punt, denk ik, wat dit onderscheidt van al die andere technologieën die we aan ons hebben voorbij zien trekken. De smartphone, als je een beetje als afzetpunt neemt, de iPhone, 10 jaar geleden precies. Binnen 10 jaar tijd heeft in ieder geval in Nederland meer dan 80% van de bevolking een smartphone gekregen. Dat is echt nooit vertoond. Normaal gesproken duurt een nieuwe technologie decennia om door te sijpelen. En zeker als je daar ook nog eens een keertje naar kijkt welke bedrijfsmacht daarachter zit. En ze doen fantastische dingen hoor. Het zijn innovatieve bedrijven. Maar als je kijkt naar wat zijn nu de 5 bedrijven op de beurs die by far het meest waardevol zijn, dan zijn dat Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon en Facebook. Dat zijn alle 5 bedrijven die heel goed scoren, juist op die smartphone. 10 jaar geleden waren dat energiebedrijven en banken. Maar de 5 digitale machthebbers zijn nog veel rijker en veel machtiger dan de energiebedrijven en banken ooit waren. En dat zijn sectoren en bedrijven die we in de loop van de jaren met vallen en opstaan, behoorlijk hard vallen af en toe, hebben gereguleerd en bedacht van hoe minimaliseren we nou de negatieve gevolgen daarvan. Terwijl we nu pas net een beetje beginnen door te krijgen. Shit, Facebook en privacy, we hebben deze week ook weer een boete van 110 miljoen gezien. Ja, ja, dat doet zo'n bedrijf ook eigenlijk verdacht weinig. Hè? 110 miljoen is de winst die Facebook in elke 3 dagen maakt. Ja, ze hebben WhatsApp voor 19 miljard gekocht, dus 110 miljoen is natuurlijk een... Ja, en daar heeft de Europese Commissie zo gezegd, oké, prima, terwijl je wel op je vingers kon natellen dat ze en die data zouden combineren, waardoor ze een enorme machtspositie in online advertenties hebben. De gebruikersaantallen die waren toen ook al exponentieel aan het gaan en nu zit Facebook op 2 miljard en WhatsApp op 1,2 miljard. En heb je dus een moloch die bijna al ons verkeer in berichten, apps en sociale media beheert. Steeds belangrijker wordt ook met die algoritmes bepaald hoe onze informatievoorziening eruit ziet. Dus ook niet neutraal, maar zij bepalen gewoon wat wij te zien krijgen en wat niet. Voor een heel belangrijk deel. Ja. Is er een manier waarvan jij weet of denkt dat die macht gebroken kan worden? Als de overheid, zeg maar, Google of Alphabet niet opbreekt... Nou ja, we hebben het in het verleden gedaan met de grote monopolisten. Standard Oil hebben we gewoon opgeknipt. Dat zou een optie kunnen zijn. Dat lijkt me, dat vergt nog wel heel veel. Kunnen wij als consument niet iets doen? Kunnen we niet allemaal zeggen... Minder op je smartphone en wat bewuster je apps kiezen en Signal gebruiken in plaats van WhatsApp. En gewoon minder van jouw tijd besteden aan die apps is natuurlijk een goed begin. Ik vind nog een andere oplossing, die ligt wat minder bij de gebruikers zelf, maar wel maatschappelijk. Wat ze in Denemarken doen is een tech-ambassadeur. Daar hebben ze vanuit de overheid een ambassadeur vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken die echt bilateraal onderhandelt met bedrijven als Google en Facebook. In de woorden van de minister uit Denemarken die dat bedacht, die zei onze bilaterale relaties met Facebook en Google zijn tegenwoordig belangrijker dan de bilaterale relaties met Griekenland. Mm-hmm. En door in ieder geval in gesprek te gaan met die bedrijven, te bedenken welke waarde wil je eigenlijk in die algoritmes hebben. Ja. Wat wil je voorkomen? Hoe wil je je data beschermen? Hoe wil je je informatielandschap en informatieinfrastructuur inrichten? Heeft het ook effect? Werkt het ook? Ze zijn er dit jaar mee begonnen. Okay. Dus het is nog... Kijk, en wat je ook weer ziet bij die Deense tech-ambassadeur, is dat het een beetje een tweeslachtige rol is. Dat hij aan de ene kant moet onderhandelen over die publieke waarden en het borgen van privacy. Maar dat er in zijn takenomschrijving ook weer staat dat hij ook onderhandelt over investeringen in het land. Ja. Dan krijg je weer een rare dubbele pet natuurlijk. Ja. En die bedrijven, er is een spanningsveld, een super innovatieve bedrijven die veel producten maken waar mensen van smullen en die heel nuttig zijn in ons dagelijks leven. Dat moet je zien te behouden, maar je moet elke samenklontering van macht tegen het individu is verkeerd. En het is juist heel liberaal om daar tegen in het geweer te komen. Ja, dat lijkt me uitstekende laatste woorden om naar de zaal te gaan. Ik zie daar een vraag en daar een vraag. Ik heb een vraag aan jou. Heb je niet het idee dat die digitale inteelt zich al een beetje ontwikkelt tot een soort debilisering? Dat kan, maar ik denk het niet. Als je zelf zo goed praat, als je dit terug zou zien, zou je dan niet zelf denken, god, ik moet er wel ver heen. Hoe bedoelt u dat? In welke zin dan? Ja, je gaat zo vlot en de woorden vloeien eruit. En je denkt van, god man,
Ja, maar... Echt waar, ik vraag het, ben ik misschien een oude kerel, maar... Maar begreep je dingen niet? Misschien moet ik het dan helderder verwoorden. Nee, ik begon dus met de digitale intake, intelt. Wat is de precieze vraag misschien? Ik vind dus een vorm van digitale intelt en dat leidt tot gewoon debiele samenlevingen. Ik heb een biologisch verschijnsel. Ik begrijp de vraag niet helemaal. Nee, ik ook niet. Ik moet zeggen dat ik u ook niet goed begrijp, meneer. Je weet wat debilisering is. Ja? Mensen die debiel worden. Ja, maar ik denk niet dat het per se debiel is. Ik zal het anders zeggen. Elke ochtend rijden de busjes uit bepaalde delen van Amsterdam naar een soort school voor gehandicapten, geestelijke gehandicapten. Dat zijn kinderen, kleine kinderen, die waarschijnlijk van neef, zus, broer enzovoort door inteelt echt waar geboren zijn. Zou het bij de burgerstand na moeten vragen. Mm-hmm. Nou, en dat vind ik nu ook met zoals je nu bezig bent met die smartphone toestand. Ik vind het een digitale inteelt met elkaar. Ja, maar ik denk dat het ook wel veel biedt, natuurlijk. Oké. Het opmerkelijke opmerking. We gaan even door naar de volgende vraag. Een van mijn grootste zorgen is privacy. En ik dacht, hey, dat momentum klinkt goed. Vergissing Facebook Moment. Heb ik Facebook Moments opgeladen. Helaas, dus meteen de-installed. Maar Moment itself vraagt enorm toegang tot al je gegevens. Ja. Is dat niet een tegenstrijdigheid die zorgwekkend is? En hoe ga je daarmee om? Kijk, dat is het verdienmodel van die industrie. En ik heb Moment natuurlijk niet zelf bedacht. Dus ik ga ze niet hier zitten verdedigen dat zij dat doen. Maar ze moeten ergens hun geld vandaan halen. Dus je ziet ook heel vaak die worsteling van bedrijven die hiervan af willen, dat ze er niet onderuit komen. Een tijdje geleden ook Google heeft een ethicus in dienst genomen. Tristan Harris heeft ook een hele beweging over hoe slecht het is om zoveel tijd op je smartphone te zitten. En probeerde dat ook in te brengen in de ontwerpkeuzes van Google. En dat wordt dan wel serieus genomen, hij wordt daar in dienst genomen. Maar je merkt dan toch dat zo'n man binnen 2 jaar weer weg is. En dat je eigenlijk niet heel veel betekenisvolle vooruitgang ziet. Omdat dat verdienmodel is zo alles overheersend. En daar is zo ontzettend veel geld aan te verdienen. En de grote bedrijven zijn allemaal beursgenoteerd. En dus allemaal toch uiteindelijk gedreven door wat er onderaan de streep overblijft. Zijn er al voorbeelden van bedrijven die het voor elkaar krijgen om met een nieuw of een ander verdienmodel? Nee, er is nu rondom Twitter wel veel discussie. Dat gaat niet zo goed met het bedrijf. En juist omdat ze de hele tijd door kwartaalcijfers worden afgeleid en worden afgerekend, levert dat problemen op. Dus er zijn er ideeën om daar een beetje coöperatief model van te maken. Of je laat leden daarvoor betalen. Je ziet nu ook een site als De Correspondent vraagt ook ledengelden met dat in het achterhoofd. We willen niet bestaan vanuit het verzamelen van data over onze gebruikers en we willen geen advertenties tonen. Het is natuurlijk ook een model dat kranten ook al lang gebruiken, gewoon een abonnementsmodel. Maar je ziet wel dat er een verschuiving is in zeker kwaliteitscontent, dat die steeds meer afhankelijk wordt van die lasers in plaats van data en advertenties. Ja, oké. Vervolgvraag nog? Ja, een beetje. Krijgen we terug, zeg maar over 20, 30 jaar zullen we terugkijken en een beetje de technologiebedrijven die je noemde een beetje beschouwen als de tabaksindustrie, een verslavend... Nou, dan kom je weer, kijk, anders dan tabak is een smartphone nuttig. Je krijgt er geen kanker van ook. En, ja, nou ja, maar het is wel een terechte vraag, want we hebben daar ook wel nagedacht over de negatieve gevolgen. En hoe reguleer je dat een beetje slim? En ik ben helemaal niet voor verboden. En het slaat natuurlijk nergens op om daar over na te denken bij de smartphone. Maar op deelgebieden, op die concentratie, op stress, ja, daar kan je wel reguleren. In de auto dat ding niet gebruiken bijvoorbeeld, hangt heel erg samen met de gevolgen voor concentratie. Dus we zijn ook al stapje voor stapje een beetje aan het kijken hoe we kunnen reguleren op die negatieve gevolgen. Laatste vraag. Denk je ook niet dat het de gebruiker gewoon te weinig kan schelen? Wat zei je? Zolang het de gebruiker eigenlijk niet zoveel kan schelen, en dat merk ik gewoon om me heen, dat het niet zo snel zal veranderen. Nee, maar ik denk wel dat dat wel verandert.
Want het punt is van die bedrijven, die hebben jouw tijd nodig. En het vervelende aan tijd is dat het een eindige hulpbron is. Iedereen heeft 24 uur in een dag en dat verandert niet. Dus hoe beter die bedrijven, daar zijn we nog niet echt aan toegekomen, maar die hebben ook allerlei psychologische trucs met appjes en pushberichten en trucs die rechtstreeks te herleiden zijn dat gokkasten gebruiken zij om jou de hele tijd terug te lokken. Nemen steeds meer van jouw tijd. En omdat je nou eenmaal maar, wat is het, 16 wakende uren in een dag hebt, gaat dat op een gegeven moment schuren. Dus dat moet leiden tot competitie en dus tot meer bewustwording. Dus ik ben ervan overtuigd dat als die industrie zo succesvol blijft in onze tijd pakken, dan creëren ze zelf de situatie waarin dat ook weer wordt ondermijnd. Ik zou hier uren over door kunnen praten, maar vrees dat we door de tijd heen zijn. Ook Wouters boek is te koop in de foyer. Wouter, mag ik jou ook heel erg bedanken voor je toelichting. Dankjewel. Nog één keer heel erg bedankt aan onze gastsprekers. Dank voor jullie aanwezigheid. Dank voor de mensen thuis en heb een heel fijn weekend.